weer kijken naar een nieuwe Babbelicious. Eerst gaan we weer lekker die kop thee pakken. Dus pak hem er ook weer bij. Lekker! Vandaag gaan we het hebben over de trends van 2018. We gaan het hebben over fashion, over een beetje over haar en over kleuren. Dus ik pak eventjes mijn MacBook erbij. En dan ga ik het met jullie gewoon een beetje bespreken. Nou, ik heb gekeken naar verschillende shows. Ik heb op internet gespeurd en rondgevraagd hier en daar. En er kwamen de volgende trends uit. Wat je vooral veel gaat zien zijn de kleuren blauw en groen gecombineerd met elkaar. En eerst was het een beetje een soort van boerige combinatie die niet veel werd gebruikt. Maar de kleuren Arcadia groen en Baby Boy Blue, die twee gecombineerd zijn dus echt een trend in 2018. Dark denim. Eerst was het vooral een beetje die lichte, vale kleuren, denim en wat meer dat fellere blauw. Maar nu wordt donker denim dus echt de trend. Nou, verder zie je heel veel. Eigenlijk zag je het vorig jaar ook al een beetje. Dat zijn de wijde broeken met de ceintuur. Met zo'n bindceintuur. Ik weet nog dat ik daar echt jaren geleden al mee liep. En iedereen moest toen heel erg wennen aan de trend zelf. Ja, het was hier in Nederland toen nog niet heel erg trendy. Maar ik vond het wel heel erg tof en ik liep ermee. Maar uiteindelijk ben ik gestopt met het dragen ervan. Omdat ik toch een beetje opmerkingen kreeg van mensen dat ze het niet, dat zij het niet tof vonden. Nou ja, nu zou ik zoiets hebben van... Maar goed, toen vond ik dat dus niet. Maar nu kan ik er nog wel spijt van hebben. Maar goed... Wijde broeken dus met een bindceintuur. Wat we ook veel gaan zien zijn laagjesrokken. Dus je hebt jurken en rokken. En dan met echt verschillende laagjes. Het is eigenlijk een beetje een soort van Spaanse stijl. Ook bloemen. Bloemen hebben we eigenlijk de afgelopen jaren al best wel veel gezien. Maar ook dit jaar is het weer een trend. En denk dan aan geborduurde bloemen, geappliqueerde bloemen. En niet... Dat super, super drukke, maar echt gewoon echt mooie bloemen hier en daar verspreid. Drukke prints. Drukke prints. Nou ja, ik heb eigenlijk nu ook wel wat prints op elkaar, met elkaar gecombineerd. Zoals ruit, sterretjes, glitter. Dus ja, drukke prints. Denk dan echt aan etnische stoffen, jungle, dieren, tropische prints. En dat dan lekker met elkaar gecombineerd. Wat deze lente vooral heel erg terugkomt is ultraviolet. En dan echt gewoon violet op violet gecombineerd. Ook wel lavendel. En ik vind het wel echt een hele leuke trend omdat het heel erg vrouwelijk is. En lavendel is eigenlijk ook wel mooi bij iedereen. Of je nou een donkere huidskleur hebt of een lichte huidskleur, blond bent of bruin. Lavendel staat eigenlijk wel bij iedereen. Nou, dit vind ik dus echt... Wat ik nu ga vertellen is echt wel iets waar ik heel erg achter sta. En dat is dat veel meer merken nu nee zeggen tegen bont. En meer zijn voor de ecobiologische producten. En dat is iets, dat vind ik echt een hele goede ontwikkeling. Want bont, nou ja, je hebt tegenwoordig faux fur jassen die er super mooi uitzien. Soms weten mensen niet eens of het echt of nep is. En ik vind de manier waarop bontkleding wordt gemaakt echt gewoon afschuwelijk. En daarbij is het totaal niet nodig. Helemaal in ons kikkerlandje is het niet nodig om bont te dragen. Dus ja, nee zeg tegen bont en meer merken doen dat nu. Dus dat is echt heel top, ook de grote merken. Nou ja, voor de mannen is dit vooral een leuke trend, zeg maar, meer aandacht voor de borsten. En dan moet je denken aan innerwear wordt outerwear. En ik heb daar vorig jaar eigenlijk al een artikel over geschreven. Namelijk dat je lingerie over je kleding heen draagt. Het is misschien een beetje een trend waar je aan zou moeten wennen. Of waar jij je niet helemaal comfortable in voelt. Dat kan natuurlijk. Je hoeft ook niet met alle trends mee te gaan. Maar je kan wel kijken van oké. Je hebt ook bijvoorbeeld tops en bustiers, corsetten. Je gaat ook meer kleding zien waarbij de borsten meer omlijnd worden. Dus nou ja, het is helemaal aan jou of je dat leuk vindt of niet. Nou ja, wat dit jaar gaat gebeuren is natuurlijk dat Prince Harry en Meghan gaan trouwen. En wat we vooral rond die periode zullen gaan zien zijn... kleding geïnspireerd op het Koninklijk Huis en op de bruiloft. Dus een beetje sprookjesachtige kleding, sprookjesachtige jurken.
ja, magazines zullen daar heel erg op in gaan spelen. En kleding die daarop is, die daarop zijn geïnspireerd, die zullen we vooral veel gaan zien. Dus daar ben ik echt wel heel erg benieuwd naar wat we dan precies gaan zien. Maar ik denk ja, echt wel de hele elegante jurken. Een beetje royal-achtig misschien. Dat royal blue gecombineerd met goud. Pastelkleuren, gok ik. Dus ja, daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Een andere kleur. Hip hop. Een andere kleur wat echt super trendy gaat worden is geel. En nou ja, wat je vooral op de runway ziet is echt geel op geel op geel. En dan echt dat felgele. Ik weet niet of ik geel bij mij persoonlijk heel mooi vind. Maar wanneer je een donkere huidskleur hebt of donkerbruin haar, vind ik het wel, ja, vind het wel heel tof staan. Maar bij mij persoonlijk niet echt. Dus ik denk dat ik die trend even af ga slaan. Nou, en dit is een trend die we vooral hebben gezien op festivals. En denk dan aan Coachella. Namelijk het heuptasje. En ook in 2018... Ook in 2018 is het 80s, 90s stijltje met de heuptasjes dus weer helemaal terug. Je hebt ook echt steeds meer superleuke heuptasjes. Dus je hebt het van allerlei merken zoals Gucci en Prada. Maar ja, ook de wat goedkopere merken hebben nu ook toffe heuptasjes. En ik vind het persoonlijk ook wel heel erg handig. Want wanneer je inderdaad naar een feestje gaat of een festival, heb je zo'n heuptasje. Die klik je gewoon om. En dan zit het. Daar heb je gewoon je mobiel in, je geld in. En dan heb je niet dat vervelende tasje wat dan de hele tijd tegen je aanziet als je lekker aan het dansen bent. Dus ja, ik vind het heel erg handig. En ik ga er denk ik zeker wel eentje aanschaffen. Oké, dit is er eentje. Nou ja, sommige mensen haten het. En ik persoonlijk denk dat wanneer je hem gewoon leuk combineert, dat het gewoon prima kan. En dat is dan de sportieve sok. En dan is het ook echt gewoon sok in sandaal. Ja, wanneer je dus echt een toffe sok hebt, dat kan er dus juist heel erg sportachtig uitzien. Of juist een mooie, lange sportsok in een open schoen, kan het heel erg tof zijn. Dan het geruite pak. Mannenpakken zijn eigenlijk ook wel heel erg trendy. Philip Lam en Louis Vuitton is dat vooral veel teruggekomen. En dan echte geruite pakken. Ja, wanneer je echt een zakelijke bespreking hebt. Weet ik het, gezellig gaat lunchen met je vriendinnen. Zo'n geruite pak. Ja, ik vind het wel heel erg tof. Helemaal als je of juist je haar lekker wild hebt. Of heel strak naar achter in een mooie staart. Ja, ik vind het wel tof. Qua kleuren. Eerst eventjes naar het haar. Wat wordt er nou helemaal trendy voor het haar? Nou ja, zoals jullie zien is mijn haar vrij cool en een beetje grijzig. Ik vind dat persoonlijk nog steeds heel erg tof. Maar wat vooral trendy wordt zijn de wat warmere kleuren. Dus denk dan aan een terracotta gloed als je blond haar hebt. En een beetje de espresso tinten wanneer je bruin haar hebt. Ook kopertinten worden heel erg trendy. Maar dat dan ook wel weer een beetje met een koele ondertoon. Dus ja, koper is wel echt heel erg warm. Maar wel met een koele ondertoon. Dus niet dat hele schrillerige koper. Dan kleuren, nog een paar kleuren in de kleding. We hebben Little Boy Blue. Daar had ik het in het begin al over. Ja, het is een beetje azuurblauw. En staat ook wel heel veel mensen heel mooi. En ziet er heel vaak ja, al gauw chic uit wanneer je dat draagt. Emperador bruin. Dat is vooral heel erg mooi wanneer je het combineert met geel. En Emperador bruin is eigenlijk een beetje afkomstig van Spaans marmer. Dan hebben we Arcadia. Dat is een hele mooie heldere kleur groen. Afkomstig van het oude Griekenland. Chili oil red. Ja, dus echt de kleur van chilipepers. Omdat er niet heel veel oranje in zit, kan het ook wel heel erg mooi zijn. En is heel makkelijk te combineren. En als laatste pink lavender. Nou, lavendel, ultraviolet, dat is ook echt, ja, dat gaan we gewoon veel zien. Dus nou, ja, dat waren eigenlijk de trends so far. Er zijn natuurlijk nog wel meer dingen, maar voor nu is dit het. En dat gaan jullie waarschijnlijk ook nog wel voorbij zien komen op mijn Instagram en mijn blog. Hou die dus vooral in de gaten. Ja, ik ben heel erg benieuwd wat jullie van de trends vinden. En welke trend jullie nou ook echt gaan dragen. Dus laat het me vooral weten. Nou, dan wil ik bij deze de video eigenlijk afsluiten. Super bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuke video vonden.
ik vond het in ieder geval heel erg tof om met jullie de trends te bespreken. Ik ben gek op mode. Dus ja, als jullie dat ook leuk vinden, dan ga ik dat gewoon vaker doen. En dan zie ik jullie volgende week woensdag weer om 3 uur. Doei!